Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En vandaag gaan we weer 3 achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaak. Maar luister, het is wel heel gaaf, want diegene heeft namelijk 3 achtbanen bij elkaar gebouwd. Dus we hebben eigenlijk 1 map waarin dus 3 achtbanen zitten. Nou, fantastisch. Ik zie geen namen van de attracties, dus we gaan even kijken een simpele naam geven. Laten we zeggen, we hebben een hangende achtbaan, een houten achtbaan. En we hebben eentje die aan de zijkant hangt van de baan. Dus laten we deze die aankomt de eerste noemen. Dus 1, 2 en 3. Zo heten de achtbaannamen. Dus dit is de eerste, dit is 1. De houten achtbaan heet 2 en dan heet die andere 3. Ik ga even aansluiten, want hij komt me net aan. Ik zit nu bij de uitgang in plaats van ingang, maar dat geeft niet. We gaan er gewoon lekker in. Lekker vooraan. En alles is wit. Karretjes wit, baan is wit, stations zijn wit, weet ik het allemaal niet. Oh, die zijn nog net niet wit, maar die zijn in ieder geval... Die konden ook nog wit zijn, denk ik. En we gaan vertrekken in deze hangende achtbaan. Dat hoop ik. Hij gaat niet door. Oh, het is een heel lang station. Prima, vind ik niet erg. En mij bedoelen wat deze achtbaan biedt. Dit is dus nummer 1. We hebben een daling naar beneden. Het is wel leuk dat je natuurlijk die hangkarretjes krijgt. Maar die zal waarschijnlijk niet over de kop gaan. Die zal waarschijnlijk flinke bochten krijgen. We worden omhoog getakeld. Zelfs de ondersteuningen zijn ook allemaal wit. Jongens, alles is wit. En zo kunnen we ook een view krijgen van de achtbaan 2 en de achtbaan 3 in de verte. Zoals je ziet is het wel leuk dat hij het allemaal bij elkaar heeft gedaan. Dat maakt het wel overzichtelijker. En kunnen we 1 aflevering opnemen in deze hele map. We zijn bijna boven. Nog eventjes. En dan gaan wij de eerste daling krijgen van deze hangende achtbaan. Een flinke daling. En we gaan zelfs door de andere achtbaan heen. Dat is heel gaaf. Dat zie je ook niet heel vaak, dat gebeurt. We gaan eigenlijk... Oh, wow, 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 wow. Was dat de bedoeling? Nu gaan we heel schuin. Dan gaan we nog een keer schuin en... Ik weet niet... Er zit heel weinig spanning in deze achtbaan. Heel erg weinig. Het was meer een monorail ritje dan echt een achtbaan, heb ik gemerkt. Of dat zo voelde het in ieder geval wel. En we vliegen naar de volgende achtbaan. Ik vlieg nu met Q en dan kunnen we instappen in deze houten achtbaan. Oh, ik zit in het verkeerde. Hier zo. Vooraan. Daar gaan we kijken hoe deze houten achtbaan helemaal naar beneden gaat. Het is een beetje een schuine station, zie ik. Het loopt een beetje schuin af. Dat is heel apart. Ik weet niet of het realistisch is, maar ja, nou ja, ik had het liever wat rechter gezien. Maar we gaan eens kijken hoe de rit is. Daar gaan we vertrekken. Oh, nou, er is niet alles is wit. Het is, zeg maar, er is wel wat bruin hout te zien op de karretjes. Dat is toch wel, denk ik, wel positief aan de kleur. Het is ook een heel klein karretje. Of een heel klein, ja, het is 2, 4, 6, 8, er kunnen maar 10 mensen in als ik het zo 1, 2, 3 zie. En we krijgen de eerste daling. Ik denk dat deze wel heel vet eruit ziet. Qua bochten en... Volgens mij wordt het heel vet. Nou, dan krijgen we een beetje een hoppie. Dan krijgen we een hele schuine... Oh, die is vet. Dit is trouwens achtbaan 2. We gaan weer een beetje schuin. Met weer een bocht. We hebben die flinke vaart erin. Heel belangrijk. De vaart neemt af. Ik denk dat we dadelijk nog minder vaart krijgen. Bij dit stukje denk ik, als ik omhoog ga hier... Ja, maar het kan wel. Dan gaan we over de achtbaan heen. We krijgen wat remmen in de bocht. Had ik zelf niet gedaan, denk ik. Maar ik denk niet dat het anders kan. Het komt wel mooi over op de snelheid hoe die het station binnenkomt. Dat was wel heel netjes. Oké. Nou, deze was in ieder geval wel stukken beter dan nummer 1, vond ik persoonlijk. Nummer 1 was meer echt een monorail idee. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. En de volgende achtbaan, dat is deze. En daar moeten we even op wachten, maar volgens mij komt die dadelijk wat station binnen. En die ziet er ook spectaculair uit. Van ook een hele mooie looping zie ik. Ik denk dat hier ook wel heel veel moeite in is gestoken. Misschien wel de meeste moeite. Dus laten we even kijken hoe deze achtbaan is. Nummer 3, achtbaan 3 mensen. Kom op, doe die poortjes open, kom op. De poortjes gaan dicht, dat betekent wij dat wij gaan starten hier in deze achtbaan. Wit, 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 dat weten we nou wel. Ik zie daar wat rook. Ik weet niet wat het effect daarvan is, want de rook komt niet echt heel hoog. Dus het is eigenlijk alleen maar voor de sfeer van die paal. Maar goed, het is wel leuk dat hij het heeft gedaan. Gewoon de extra toevoeging, denk ik. En we gaan hier omhoog.
En die looping ziet er heel, heel gaaf uit. Lekker groot, lekker hoog. Ik denk ook dat we heel langzaam door die looping gaan. Of hij heeft de snelheid ingeplaatst, maar... Wow, dit is wel heel gaaf. We zitten helemaal aan de zijkant van de rails. Dat is sowieso een heel apart effect. Oh. Oh. Dat was een beetje niet lekker om te voelen, denk ik. Gok ik. Ik weet het niet zeker. Want ik heb dat schemaatje er niet bij. En zoals ik al zei, het is inderdaad dat hij het net haalt, die looping. Echt net. En ik kom ook vlak langs de grond. Heel apart. Ik vind het sowieso heel tof gedaan. Hij heeft ook een hele leuke layout. Ik vind dit wel heel grappig gedaan. Zo. Wow, dat effect. En er gaat ook een hoop over de kop. Oh, dat was een knik, denk ik. Ik ga er dadelijk even naar kijken. En we komen aan bij het station. Leuke layout. Ik vond deze echt heel leuk. Ik ga eens kijken hoe dat zit met die knik. Want er was ergens wel iets dat ik dacht van... Hier zo. Dit liep gewoon nog niet heel erg lekker. Hij ziet er wel soepel uit. Maar... Bij de achtbaan voelde dit niet helemaal dat je zegt van, hier kom ik met of zonder botbreuken vanaf, denk ik. Hij heeft ook hier een tunneltje gemaakt, zoals je ziet gaat hij onder de grond door. Ik vond het een hele leuke compacte layout. Misschien had hij het einde nog wel met een leuke bocht kunnen doen, maar dit zou, in principe is dit ook leuk gedaan. Sowieso is het ook heel erg bijzonder dat hij natuurlijk drie achtbanen bij elkaar heeft gebouwd en die ook door elkaar heen lopen en onder elkaar, noem maar op. Persoonlijk vond ik de derde achtbaan denk ik wel het tofst. Omdat die gewoon layout heel mooi is. De houten achtbaan was nog iets ver uit elkaar. Die mocht wel iets compacter gemaakt worden. En de eerste was niet echt heel bijzonder. Die voelde meer als een monorailritje dan, of een rondvaartritje dan een achtbaan. Maar al met al de tweede of de derde heeft voor mij gewonnen. Laat weten in de comments wat jij de mooiste achtbaan vond van deze drie. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe No Limits aflevering. Vergeet niet de video te liken voor meer No Limits afleveringen. En te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Hoi, hoi, hoi.